Soutmine heette vroeger de compositiestage van Wim Hendrix en ik ben er vanaf de tweede editie bij geweest. Het was een jaarlijkse afspraak eigenlijk, die mij in mijn evolutie als componist enorm heeft geholpen en beïnvloed. Ik heb er mensen ontmoet met wie ik nu nog vrienden ben, maar met wie ik ook professioneel nog altijd samenwerk. Het was een stage die eigenlijk de deur van de 20e eeuwse muziek heeft opengezet. De opleidingen toen aan de muziekacademie waren vooral gefocust op het schrijven van tonaal-functionele harmonie. Maar al die 20e eeuwse experimenten, notatiewijzes, maar ook compositorische tools werden aan ons meegegeven in lessenanalyse, immer bevlogen door Wim Hendrix. Ik heb dan vorig jaar de eer gehad om gevraagd te worden om ook een lezing te geven aan Soundmine. En ik heb gezien dat de stage natuurlijk veel veranderd is. Het is een echte stage van de 21ste eeuw geworden, waar er elektroakoestische muziek wordt gemaakt, waar er nog steeds muziek wordt uitgevoerd door het Vlaams Radiokoor, door Antwerp Symphony Orchestra. In der tijd werd onze muziek ook door studenten van de kamermuziekstage van Oxalis uitgevoerd. Dus dat element waarbij dat jonge componisten hun muziek effectief kunnen horen, wat er genoteerd staat, het inwendig voorstellingsvermogen kunnen koppelen aan een echt resultaat, aan hoe iets werkelijk in de ruimte kan klinken, al dan niet akoestisch of elektronisch of in een hybrid vorm, dat is van onschatbare waarde. En ik kan dan ook niet meer aanraden om de Soundmine stage te volgen. Eens je ze zal gevolgd hebben, zal je verkocht zijn om ze ieder jaar verder te volgen. Niet alleen omwille van de vriendschappen die er ontstaan, maar omdat ze gewoon verslavend is eigenlijk. Dus ik zou zeggen, schrijf in en ja, laat het jouw leven veranderen.